Aan het begin van de avond spoedt Nederland zich huiswaarts. Het is weer etenstijd. Het ideale moment om eens rustig de dag door te nemen. Man bijt hond schuift graag onverwacht bij u aan. Wij zijn van het televisieprogramma Man bijt hond, mevrouw. Nee, maar we gaan niet meedoen. Nee, gaat u, ik heb een vraag. Gaat u nog eten? We zijn nu aan het eten. Zouden we dan even met u de dag mogen doornemen? Nee, we gaan weg. En met wie zit u dan daar? Met mijn zus is uit Rotterdam gekomen. Ah, wat leuk juist. Wilt uw zus het ook niet? Ik zou het vragen, maar ik heb hier niks te vertellen. Ik woon hier. Oh, ja. Dag meneer. Ja. Allemaal. We zijn bezig net te eten. Maar ja. Ik vind het wel een leuk programma, Man bijt hond. Ja. Want ik heb ook heel veel dingen wat ik wilde doorgeven. En dat u het weet. Want er zijn dingen waar bepaalde mensen, ja. Als wij gaan, ik zeg het hoor, ik druk het uit, als donkere, dan worden we niet overal even beleefd behandeld. Begrijpt u? En als je er wat van gaat zeggen, dan kijken ze zo vernederd naar je om te zeggen, wat wil jij komen zeggen? En zo. Maar ze vergissen zich dat we allemaal onder de Nederlandse vlag zijn geboren. Ja. Ja, we zijn allemaal Nederlander. Het gaat dus over discriminatie, hè? Ja, ik kan boekdelen aan u vertellen. Nou. Maar ja, goed, omdat we... Ga je niet verder eten? Mag ik even het eten kijken? Wat eet u eigenlijk? Nou, zo propos met een gebakken vis en curry. En was het lekker? Heerlijk. Wilt u een hapje proeven? Mijn huis is een puinhoop, daarom laat ik u niet binnen. Oh, nou lekker, dank u wel. Ja. Smakelijk. Ik woon al zoveel jaren hier. Toch krijg ik niet de pensioen die ik moet hebben. Ze geven me €850. Terwijl ik zoveel jaren hier woon en werk. Ik vind het niet eerlijk, want ze trekken af. Van nee, u bent Surinamer. Dat hebben ze ook met mij gedaan. Ja, is dat echt een verschil? Ja. Ja, het is een verschil. Mijn Hollandse collega's die hebben gewoon 1000 zoveel als alleenstaand. En ik krijg 850. Dat krijg ik ook. Ja, ik vind het niet eerlijk. En waar zit dat verschil dan in? Ik weet het niet, de kleur misschien. Als je en dan met je 15 jaar in het buitenland was, in Suriname was, dan trekken ze die jaren af. Maar dat mag niet. U bent al aardig op leeftijd. Blijft u in Nederland of wil u graag terug naar Suriname? Ze blijft hier, is voor ons beter, voor mij beter, want er zijn zoveel berovingen. Ik kan vertellen wat onlangs is gebeurd. In Suriname? In Suriname, ja. En dat vind ik gewoon schandalig. Dat mijn dochter daar, ze heeft een hele goede opleiding hier gehad. Ze is aangenomen. In alles. En dat ze is beroofd van de laptop, de geld, de sieraden, pistool aan haar hoofd. Het was op internet, ik kan het rustig zeggen. En die dag dat ze mijn dochter hebben beroofd, een blank echtpaar was daar. Die man was bezig foto's te maken. En die ene jongen, een Bosneger-jongen, die wilde die man zijn apparaat hebben. Zijn fototoestel. Ja. En omdat die man zich heeft verzet, pam, pam, heeft hij die man doodgeschoten. Die vrouw van die man is met een lijk teruggekomen. Kijk, die dingen gebeuren hier ook in Nederland. Hè? Oude vrouwtjes mishandelen en hun geld afpakken. Ja. Weet u, als we hier binnen zijn, zijn we binnen. Maar daar leven we buiten. Men springt gewoon over je hekwerk en men berooft je. Ja. En verkracht je ook nog erbij. Want die oude vrouw van vorige week zondag. De dochter is voor de neus verkracht. En doodgestoken. Is verschrikkelijk. Zet u in was de brand. Was dat in Nederland in of ook in Suriname? In Suriname. Ja. Hier doen ze andere dingen die nog erger zijn. Ze rijden zo roekeloos. Als je nou zegt, wat doe je? Pauw, pauw, pauw. Ben je dood, ja. Ja? Ben je dood? Ja. Wat is de oplossing van dit probleem? Er is geen oplossing. Staat in de Bijbel, is een vloek. Hè? We gaan misschien naar een derde wereldoorlog. Het is overal. Zie je hoeveel mensen arm zijn? Kinderen die... Soms zit ik te huilen. Dat die kinderen geen vreten hebben. Ik ben ook blij. Ik mag niet op de politieke... Terrein. Maar bepaalde dingen... Wat meneer Wilders zegt.
Dat is waar, goed en het waar. Klopt ook. Ja? Als een deel naar hem kan, ik stem altijd voor hem. Echt waar? Altijd. En u ook, mevrouw? Ja. Ja, is goed wat je zegt. Wilders heeft gelijk. Ik geef hem grotelijk 200%. Maar waar heeft hij gelijk in? Wat zegt u? Waar heeft hij gelijk in? Vol is vol. Bepaalde... Zei meneer Jan Maat ook al toen de tijd. De maat is vol. Ja. Vol is vol. Bepaalde groepen, nee. Nee. Kleine jochie komt zeggen... Hé, hey, wat kom je zeggen, zwarte? Ik zeg, jij. Ik heb hem zo door elkaar geschud en zeg, ga je ouders roepen, laat ze komen naar me toe. Ik heb hem nooit meer gezien. En als ze me zien, dan zeg, dag mevrouw. Ik zeg, dag. Wat gaat u nou doen om uit deze misère te komen vanavond? Deze misère? Nee, ik ben er. U gaat weg. Ik ben laten. We hebben een beetje... We gaan lachen, we hebben ons hart gelucht. Hè? Ik ben zo blij. Heel Nederland zal ons dat zien. Ik wat kon zeggen. En misschien de heel Nederland ziet het en hoort het. Zeg, hé, kijk die vrouw daar. Kijk de buurvrouw.